Hoi, soms is er niets fijner dan een verhaal over de strijd tussen goed en kwaad. Met een held die het opneemt tegen een schurk. Dit soort verhalen raakt aan het menselijke verlangen om aan de goede kant te staan. Of om in ieder geval te kunnen meeleven met de winnende partij. Het is natuurlijk altijd prettig als jouw team wint. Al in de oudste verhalen die we kennen komen helden voor. In het handboek van Kern kun je lezen dat je bijvoorbeeld in de Griekse mythologie het archetype, het oermodel van de held, kunt ontdekken. Een jonge, sterke man die nergens voor terugdeinst. Het is nog steeds bijzonder om de avonturen van Heracles, Theseus en Odysseus te lezen. Het zijn verhalen over klassieke helden die keer op keer opnieuw worden gebruikt. Spieren, spannen, spannen, dan zijn speelt op als hij sport. In een zogenaamde hervertelling wordt het basisverhaal door een hedendaagse schrijver uitgebreid of soms zelfs veranderd. Zo kiest Madeline Miller er in het boek Kirk ervoor om de reizen van Odysseus te vertellen vanuit een ander perspectief dan die van de held. Circe is de magische dochter van de zonnegod Helios die Odysseus en zijn mannen in varkens verandert. Maar waarom doet ze dat? Op vergelijkbare wijze heeft Jennifer Saint het boek Ariadne geschreven over het meisje dat de held Theseus helpt bij het doden van de Minotaurus, maar die vervolgens door diezelfde held als dank voor dank wordt achtergelaten. Lekkere held ben je dan. Maar voor helden in verhalen hoeven we natuurlijk niet steeds terug te grijpen naar die oude meuken. Er zijn fantastische jeugdromans geschreven met moderne helden die zich vooral vaak afvragen wie ze kunnen vertrouwen. Zo wordt Stanley in het spannende boek Gaten van Louis Sachar naar een strafkamp gestuurd in de woestijn waar hij een gat moet graven. Maar als hij erachter komt waar die gaten toe dienen, dan komen verschillende verhaallijnen samen en moet hij actie ondernemen tegen iemand met kwade bedoelingen. In De verdwenen prins van Jennifer A. Nielsen nemen 4 weesjongens het tegen elkaar op met zwaarden, wat tot een spectaculaire ontknoping leidt. De test van Joëlle Charbonneau is voor fans van de hongerspelen die geen genoeg kunnen krijgen van een wereld waarin een groot evenement centraal staat waarin jonge mensen het tegen elkaar op moeten nemen. Net als oude helden strijden moderne helden tegen een echte schurk of tegen elkaar, maar soms strijden ze voor een goed doel, zoals het klimaat. Ook deze personages zijn helden. In Een mooie dag om in een boom te klimmen van Jaco Jacobs laat de Nieuw-Zeelandse Marne zich door Leila, die hij net heeft ontmoet, overhalen om te demonstreren tegen het omkappen van de boom door in die boom te klimmen. En in Borealis van Marloes Morshuis wordt Joppe ontvoerd naar een afgelegen gebied en te midden van klimaatverandering probeert hij zijn vrijheid terug te krijgen. Misschien ben je wel een beetje uitgekeken op al die helden die dapper zijn en die altijd als winnaar uit de bus komen. Je kunt je natuurlijk ook verdiepen in de kant van de slechterik. Want dat levert soms verrassende inzichten op. In Bad Boys for Life van Vrank Post maak je kennis met Omar en Joost die in de jeugdgevangenis zitten. Ze raken bevriend, maar vervolgens worden ze verliefd op hetzelfde meisje. In Slecht van Jan Simoen zit de 16-jarige Nathan op het politiebureau waar hij wordt verhoord. Wat heeft hij precies gedaan? Waarom? Wanneer ben je slecht? En hoe word je zo? Castro uit Bad Castro van Kevin Brooks is een bendelid en hij wordt opgepakt. Als de politieauto waarin hij zit wordt aangevallen, moeten hij en de detective Judy Ray samenwerken om in veiligheid te komen. Held en schurk hebben elkaar hier nodig. In sprookjes is de wereld vaak helder opgedeeld. Sneeuwwitje en de dwergen zijn goed, de stiefmoeder slecht. Hans en Grietje zijn onschuldig en de heks is kwaadaardig. Maar zo zwart-wit is het echte leven niet. En de moeilijkheid van het grijze gebied tussen goed en slecht wordt ook in verhalen onderzocht. Wellicht ken je de serie Game of Thrones, gebaseerd op het boek Het spel der tronen van George R.R. Martin, waarin iedereen tegelijkertijd goed en slecht lijkt te zijn. Het prachtige boek Allemaal willen we de hemel van Els Beerten laat zien dat je als held ook verkeerd kunt kiezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog willen de jongens Jeff en Wart in het Duitse leger tegen de Russen gaan vechten. Jeff wordt door zijn vader tegengehouden, maar Wart vertrekt naar het oosten. Ook in overlevingsverhalen is het vaak de vraag wie bepaalt wat goed of slecht is. In de klassieke Heer van de vliegen van William Golding belandt een groep jongens op een verlaten eiland. Ze moeten samenwerken om te overleven, maar al snel ontstaan er 2 groepen die elkaar naar het leven staan. In DOR van Neil en Jared Shusterman is de wereld uitgedroogd. Er stroomt geen water uit de kraan en de supermarkten zijn leeg. Alyssa en haar broertje gaan op zoek naar water, maar wie valt er in zo'n wereld nog te vertrouwen? Tot slot kan de strijd tussen goed en slecht ook in één persoon zitten. psychologische jeugdboeken over een mentale strijd van een personage laten zien hoe lastig het is om alleen al voor jezelf het juiste of het goede of het gezonde te doen. Bijvoorbeeld Esa, de hoofdpersoon uit Schildpadden tot het oneindige van John Green, die last heeft van angsten en dwangneuroses en tegelijkertijd een mysterieuze verdwijning probeert op te lossen. Adam uit De onverwachte held van kamer 13b van Theresa Totem heeft soortgelijke dwanggedachten en hij probeert met zichzelf, maar ook met de problemen in zijn gezin om te gaan. En dan wordt ze ook nog eens verliefd. Niemands meisje van Lydia Rood gaat over Lisbeth, die na een zelfmoordpoging bij een praatgroep komt en daar geconfronteerd wordt met de oorzaak van haar onzekerheid en woede. Geen verhalen zonder goed en kwaad. En het maakt voor een goed boek misschien niet eens uit of je het vanuit het perspectief van de held of van de schurk leest. Het is uiteindelijk aan jou, de lezer, om het oordeel te vellen. En dat is dus geen onbelangrijke taak.